Het is helaas aan de orde van de dag. Cybercrime, internetcriminaliteit. Verzamelnamen voor heel veel vormen van digitale misdaad. Phishing is er daar één van. Het is helaas iets dat veel voorkomt. En met het steeds meer ingeburgerd raken van online bankieren zien ook criminelen daar steeds meer kansen. En lang niet iedereen doet aangifte. Want mensen schamen zich er soms voor als ze ergens ingetrapt zijn. Maar dat is helemaal niet nodig. Want criminelen worden steeds slimmer. En we hebben echt aangiftes nodig om er iets aan te kunnen doen. Ik heb op mijn tablet heb ik een ING-app geïnstalleerd. En de dag erop is er een mailtje binnengekomen. Het was een mailtje van de ING waarin gevraagd werd om nadere gegevens. En of ik dan bij klik hier aan wilde klikken en dan nog wat gegevens doorgeven. En dat heb ik gedaan. Waaronder mijn rekeningnummer uiteraard. En dat is natuurlijk niet slim geweest. Banken zullen nooit vragen om uw gegevens, in ieder geval niet via een e-mail. Als ze u nodig hebben, dan bellen ze u. Maar zij zullen nooit een bericht sturen met daarin een link waar je op moet klikken, waar je dan je bankgegevens moet invoeren. Maar ik ben ervan bewust dat criminelen altijd proberen te prikkelen. Dus ze vragen of ze bieden de vraagprijs bijvoorbeeld op Marktplaats, waardoor je direct happig wordt en reageert. Of ze sturen een bericht waarbij enige druk wordt opgevoerd. Dus ze zeggen dat je binnen een bepaalde tijd moet reageren om bijvoorbeeld een afschrijving te voorkomen of je betaalpasje moet aanvragen. Dus dat zijn in ieder geval dingen waar je een phishingbericht aan kunt herkennen. Twijfel je aan de echtheid, ga dan naar de site van de bank zelf en vul daar je gegevens in, maar nooit via de link die je wordt toegezonden. Ja, je voelt je gewoon stom. Omdat ik best wel oplet normaal gesproken en in dit geval ben ik gewoon overvallen doordat ik die app had geïnstalleerd. Nou, als mensen weten waar ze op moeten letten wanneer zij een bericht ontvangen, dan kunnen zij ook beter voorkomen dat ze slachtoffer worden. Een misvatting daarbij is bijvoorbeeld het groene slotje. Mensen denken dat als er een groen slotje naast de URL van de website staat, dat het dan een veilige website is. Dat zegt alleen iets over de verbinding en niet over de partij achter de website zelf, dus dat zegt niet alles. Waar mensen ook op moeten letten is de afzender van de e-mail. Vaak lijkt dat op een e-mailadres van de bank, maar zit er toch een klein foutje in waar je kunt herkennen dus dat het niet daadwerkelijk van de bank is. Waar ze ook op kunnen letten is de URL. Dus vaak staat er een linkje in, daar kun je met je muis overheen bewegen en dan verschijnt de URL waarna die URL doorverwijst. En vaak zie je daar al in dat het niet klopt. En als derde, als jij een betaalverzoek krijgt van een onbekende, denk dan twee keer na. Vaak zijn dat tikkie-verzoeken. Tikkie is altijd tikkie.me. En alle varianten daarop zijn fout. Maar wil je toch 1 cent overmaken naar de potentiële koper bijvoorbeeld, ga dan zelf naar je bank-app en betaal zelf die 1 cent via je eigen app in plaats van dat je op de link klikt. En ja, dan denk je van, had ik dan niet beter na kunnen denken? Ja, waarschijnlijk wel, maar dat heb ik niet gedaan. Doordat deze mevrouw aangifte deed, konden we op zoek naar de dader of daders. En zo bleek dat in deze winkel hier in Tilburg iemand met de bankgegevens van de vrouw aan de haal was gegaan. En dat moment is door een bewakingscamera in de winkel vastgelegd. Dit gebeurt op 1 oktober vorig jaar. Het gaat om de vrouw die een kostbare laptop staat af te rekenen. Ze is licht getint, tussen de 20 en 30 jaar oud, draagt een lichtbruine jas, een donkere hoofddoek van het merk Coco Chanel, een witte broek en zwarte schoenen. Met de bankgegevens van het slachtoffer rekent ze hier een laptop van bijna €2400 af. En weg is het geld van de rekening. Nou, wat ik vooral wil meegeven is dat als je slachtoffer bent geworden, doe aangifte. Dat helpt ons in onze informatiepositie te versterken en geeft ons zicht op de nieuwe vormen waarop wij onze aanpak weer kunnen aanpassen. Dus ook al is het een laag bedrag, doe aangifte, want we hebben het echt nodig. De fraude helpdesk ziet dat het aantal slachtoffers elk jaar weer stijgt. Zo werden er in 2017 nog ruim 2800 slachtoffers geteld. Vorig jaar waren dat er al ruim 4600. Ook het aantal meldingen neemt toe. Van ruim 19.000 in 2017 tot ruim 31.000 vorig jaar. Uw hulp en informatie is heel erg belangrijk. Want samen met u kunnen we cybercrime bestrijden en daders opsporen. Wie herkent deze vrouw? Ze koopt een dure laptop in een winkel in Tilburg. Alleen betaalt ze niet met haar eigen geld, maar met geld van iemand die slachtoffer werd van phishing. Nadat ze haar bankgegevens doorgaf op een nepwebsite, ging het al snel mis.
Er werd bijna €2400 afgeschreven voor de aankoop van een laptop. Deze vrouw wordt dus gezocht. Wie is zij? Tippen kan online en via 0800 60 70 het nummer van de tiplijn. Wilt u wel iets doorgeven, maar zegt u liever uw naam niet? Bel dan met de M-lijn op 0800 7000. Bedankt voor het kijken en het meedenken. En wil je ons ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. Misschien kun je ons wel helpen bij deze of deze zaak. Bel met je tips 0800 60 70.